Pat uit Gent wil trouwen met Shankar uit India. Frederik uit Martinique wil studeren in Leuven. Rashida uit Egypte wil werken als IT-medewerkster in een Brussels bedrijf. Honoré is op de vlucht en zoekt asiel na vervolging in Togo. Natalia uit Wit-Rusland is ziek en zonder papieren. Ook dit is België, meer dan ooit divers en daarom ook complexer als het over rechten gaat. Daarom is er nood aan meer specialisten. Vreemdelingenrecht is een boeiend vak, veelzijdig. En wie het onder de knie heeft, die maakt het verschil. Ik kom uit Cameroen. Ik ben eigenlijk in België gekomen in 1997. Ik heb Cameroen moeten verlaten omwille van politieke problemen waarmee mijn vader geconfronteerd werd. 8 jaar geleden ben ik van Zwitserland naar België gekomen, omdat ik een Belgische liefde heb. Dat was de reden. Ik ben Ali, ik kom uit Iran. Sinds 14 november 2000 ik verlaten mijn land. Ik heb 3 keer asiel aangevraagd en in de derde keer ik heb erkende vluchteling geworden. Na de 7 jaar. Ik ben Marijke Verkaart, ik ben Nederlandse en ik wou hier komen studeren. Dus ik dacht, ik schrijf me gewoon in en dan is dat in orde. Maar dat lukt dus heel moeilijk. Officieel, we zijn illegaal hier. Maar de gemeente kent ons. We moeten naar het gemeentehuis elke 3 maanden komen stempelen. Dan politieagenten komt ons bezoeken voor te zien waar we zijn en wat doen we. En gemeentehuis kent waar gaat ons kinderen naar school. En, ja. Iedereen kent ons. Okay. Dus we zijn ingeschreven illegalen. Moet ik een arbeidsvergunning hebben of andere documenten hebben? Of kan ik zo wonen alleen in België? Ik ging me inschrijven en dan bleek dat ik mijn eerste ziekteverzekering moest hebben. Dus ik ga naar de ziekteverzekering, dat in orde proberen te brengen en dan blijkt dat ik eerst me ingeschreven moet hebben. Daar was echt vriendelijke mensen in de gemeentehuis en we hebben gevraagd op welke manier eigenlijk marcheert en regularisatie en andere. Ze hebben gezegd, ja, dat weten we zelf niet. Dan denk je van, ik heb de juiste spullen bij me hè, om voor het paspoort. En dan kom je bij het loket, sta je daar al super lang te wachten. Kom je daar eindelijk aan en dan zeggen ze, oh nee, je bent nog dit vergeten. Hup, ga je dat ook halen, alles weer opnieuw. Kom je daar weer, ben je weer het volgende weer vergeten, zogezegd. En constant is het iets anders dat er zogezegd ontbreekt. En zo krijg je eigenlijk nooit je pas. De officiële mensen van de systemen weten zelf niet op welke manier marcheert het. Als je een negatieve beslissing krijgt op dat moment, dus waar je net je land hebt verlaten, omwille van afschuwelijke gebeurtenissen, je slaagt erin om naar een veilig land te komen en je krijgt ineens een negatieve beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dan ben je ineens kapot. Wel, ik heb een zaak gehad waarbij een Belgische vrouw en een Irakese man mij kwamen zien omdat hun huwelijk geweigerd was. Ze mochten niet huwen van de burgemeester van die gemeente, omdat hij vermoedens had dat het een schijnhuwelijk betrof. Mijn inziens was dat absoluut niet zo. Uiteindelijk heb ik die zaak bekeken en ik heb gezien dat volgens de wet de ambtenaar van de burgerlijke stand die beslissing moet nemen en zeker niet de burgemeester, want die is onbevoegd om die beslissing te nemen. Wij zijn aan het Hof van Beroep getrokken. Ik heb daar de wettelijke bepalingen voorgelegd aan het Hof en zij zijn gevolgd. Het Hof is gevolgd en die mensen zijn mogen huwen met als gevolg dat die nu gelukkig en zeer dankbaar samenwonen en dat meneer nog altijd in België is en ook hier voor de rest van zijn leven mag blijven en tegenstelling tot het begin, waar hij een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten. Dus dat is een
zeer goed afgelopen zaak. Ja, en de zaak die we juist gepleit hebben, dat was een Pakistaanse vrouw, die kwam naar ons, die had de Belgische nationaliteit gevraagd. Haar man is ook een Pakistan, die had al de Belgische nationaliteit. Nu, de procureur, het parket, moet dan een advies geven, dat was negatief, omdat haar naam blijkbaar ergens in een dossier genoemd werd. Nu, ze weet er absoluut niks van, ze heeft er niks mee te maken, zegt ze. Dus wij tekenen het beroep tegenaan, uiteraard. De procureur heeft nu juist op de zitting toegegeven dat inderdaad haar naam gewoon wordt genoemd. Dat zij helemaal niks gedaan heeft. Dus zij heeft zijn advies ingetrokken. Heeft er een positief advies aan gemaakt. En nu hopen we natuurlijk op een positief vonnis. Dat ze toch de Belgische nationaliteit kan krijgen. Zonder advies kan je eigenlijk niet zeggen wat relevant is. In het kader van een asielprocedure. Dus je begint dan dingen te vertellen die je meegemaakt hebt. Maar die totaal naast de kwestie zijn wat de asielinstanties verwacht. Ik heb uiteindelijk een advocaat moeten bellen die gespecialiseerd is in die dingen. En die heeft dan mij heel duidelijk informatie gegeven van dat en dat en dat. En dan kon ik het zo wel regelen. Dankzij de advocaat, die echt op het hoogte was van vreemdelingenrecht en immigratierecht, dat de advocaat mij echt een comfortabele situatie gaan geven en mijn leven gaan geven. Je gaat naar een advocaat. En de advocaat is voor u de redder. Ik vind die advocaten zijn zoals een brug tussen vreemdelingen en de commissariaat-generaal. En ik denk die brug is heel belangrijk voor de toekomst van de vreemdelingen en de vluchtelingen. Voor elke advocaat is echt belangrijk goed studeren de regels, omdat jullie zullen bezig met mensen. En is gemakkelijk leven breken of in orde te brengen. Het was echt heel belangrijk dat de advocaat voor mij daar is. Vreemdelingenrecht boeit mij omdat je heel veel interessante dingen te weten komt. Bijvoorbeeld nu heb ik een niet begeleide minderjarige vluchteling uit Afghanistan die beweert dat hij gerekruteerd ging worden door de Taliban als kindsoldaat. Ik heb dat dan ook opgezocht in landeninformatie en blijkt dat het inderdaad zo is. En op die basis kan hij de vluchtelingenstatus aanvragen. Wat heel interessant aan de materie is dat er een heel verscheiden publiek is. Het gaat van de persoon die op een illegaal transport in zeer schrijnende situaties naar België komt, tot soms topsporters, zakenlui en studenten die evengoed een verblijfsprobleem hebben. En die moeten allemaal opgelost worden. En als men daar een oplossing kan verbieden, dan geeft dat denk ik een voldoening in uw werk. Het gaat over mensen, het gaat niet over geld. Dat is echt heel concreet. Mogen mensen hier wonen, mogen mensen hier werken? Dat is wel iets waar je echt mensen mee helpt. Ja. Met kennis van zaken in vreemdelingenrecht kan je onder andere cliënten adviseren en verdedigen bij de dienst vreemdelingenzaken of bij de asielinstanties. Maar meer nog, je bent meteen een jurist met meerwaarde voor instellingen, bedrijven, sociale secretariaten en organisaties, vakbonden en de overheid. Denk er zeker over na. Of beter nog, verken de praktijk van het vreemdelingenrecht bij ervaren juristen en advocaten in jouw stad of streek.